Moet de scouting in Zetten over 10 jaar verdwijnen? Met die vraag gaat de gemeenteraad in Overbetuwe dinsdagavond het debat aan. In februari 2017 hoorde de scoutinggroep dat de gemeente het huurcontract na 2020 voor meerdere jaren wilde verlengen. Maar nu lijken die plannen niet door te gaan. Omdat de gemeente de grond heeft ingezet voor een grondruil om een begraafplaats op het terrein mogelijk te maken. GroenLinks, de Partij van de Arbeid, D66 en BBO roepen het college daarom op om alle juridische mogelijkheden aan te grijpen om de uitruil van de grond ongedaan te maken. Ja, zij hebben allerlei investeringen gedaan, onder andere een nieuwe kampvuurkuil daar gemaakt. En dan kregen ze te horen van ja, jullie pachtcontract dat loopt nog 10 jaar en daarna is het ongewis wat er gaat gebeuren. En dat vinden wij een hele slechte zaak, omdat die scouting doet investeringen, die willen daar ook graag op die plek blijven zitten. En ja, als je nog maar 10 jaar hebt daar zo en het is onzeker wat er daarna gebeurt, dat geeft toch wat reuring in de club. Op een of andere manier hebben zij blijkbaar informatie gekregen dat er vorig jaar een deal is gesloten tussen Van Wanrooy, een projectontwikkelaar, het Leidens Fonds en de gemeente. Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat, dat de gemeente graag wil dat er een algemene begraafplaats in Zetten komt. Nou, ze waren op zoek naar grond en de gemeente die wil niet al te veel ervoor hoeven doen. Dus ze laat het initiatief het liefst uit de markt komen. En toen is Van Wanrooy, de projectontwikkelaar, met het Leidens Fonds rond de tafel gaan zitten. En daarna hebben ze later de gemeente erbij geroepen. En wat kwam er uit? Van Wanrooy wordt daar uitgekocht. Die mag nu in de buurt van Zetten Oost mogen zij een perceel gaan ontwikkelen. Christine Hermine staat er daar vlakbij. Daar lag nog wat braak. De gemeente heeft toegezegd, wij gaan daar ons best voor doen. En de gemeente bedoel ik het college van BMW, die gaat daar hun best voor doen. Om te zorgen dat daar die woningen mogen komen. Nou, die grond aan het Zettense pad, dat is vrij dure grond. Als je daar landbouw op doet, dan kom je niet rond. Het Leidens Fonds heeft dus die grond wel aangekocht, maar heeft meteen gezocht naar een verdienmodel. En ze heeft tegen de gemeente gezegd, van, nou, we willen dat best wel kopen, die grond. We willen daar Van Wanrooy wel uitkopen, zodat er geen woningen meer mogen komen. Maar dan willen wij daar wel iets voor terug. En het daar iets voor terug is dan dat daar een begraafplaats mag komen. Dat ze ook de grond van de scouting hebben gekocht. En het verpand is, ja, waarom die grond verkocht moest worden, het is niet duidelijk. En het feit dat ze de scouting niet hebben geïnformeerd, dat is ook heel raar. En dat die erachter moeten komen dat het nog maar voor 10 jaar geldt. Dus ja, je kunt kijken waarom zit er in die deal nou die grondverkoop van het scoutingterrein. Ja, als je kijkt wat het Leidense Fonds, wat hun strategie is, is dat zij niet zomaar iets kopen om daar verder niks te doen. Dus ja, ze willen die grond verzilveren op een of andere manier. En wat dat dan wordt, ja, dat is zeer de vraag.